Grill. Hoi, ben ik in deze nieuwe video. Ik ben Floris en vandaag zitten wij weer op World at War 2, boys. Yes hoor, we zijn eindelijk weer terug op World at War 2. We gaan vandaag een free-for-all potje spelen. En het is afwachten of dat we eerst gaan worden, yes or no. Maar ik heb weer een paar potjes wat gespeeld in de vrije tijd eigenlijk. En ik heb wel aardig, bijvoorbeeld, nee, ik heb nu wat andere wapens in plaats van alleen deze Grease Gun. Nu heb ik ook de STG-44. En laten we daar eens even mee gaan knallen. Laten we eens kijken of we de enemies even kunnen raken in dit potje. En dat we gewoon kaart eerst kunnen worden. Dus als jullie dit leuk vinden, geef dan sowieso even die like. En dan gaan wij dit potje afknallen. En ja, ik ben benieuwd hoe dit gaat. Kijken hoe dit gaat. En oh mijn god, er komt er gelijk al van rechts. Wat een dikke Tony. Oké, nou, mijn free for all, jongens, is altijd wel handig. Als je op één plek de hele tijd blijft staan, waardoor dat je eigenlijk de enemies eigenlijk een beetje naar jou toe kunnen gaan lopen. Zoals je ziet. En dan komen ze elke keer naar jou toe lopen. Dan moet je namelijk zelf niet doodgaan. Wat ik nu wel doe. Kak. Maar ja, dan kunnen ze naar jou toe gaan ze naar jou lopen. En dan kun jij hun killen. En als ik zag er daar één. Ik weet niet. Ja. Ik zat op rechts te letten en dat was ook zo. Let's go. Ik ben wel bijna dood, dus dat is wel minder. Oh, kak. Ik heb geschoten. Er is niet iedereen. Nee. Ah, kom op man. Hoe kan ik dat niet hebben? Goed zo. Don't spam achter me, dankjewel. Want dan ga ik zo dood als een dikke banaan. Kom op, we staan 4-5. We staan 1 kill achter hun. Dan kan je links onderin je beeldscherm zien. Oh mijn dikke tonnies. Holy damn. Het vaart gewoon een potje voorbij. Nee jongen, ja nu heeft hij me wel. Kijk, je zag wel dat hij op mij aan het pushen was eigenlijk. Heel slim, dankjewel. Ik weet alleen niet of dat ze nou achter mij kunnen spannen. Wat? Zo, nou, we kunnen rustig weer verder. Een host iets of zo. What the fuck? Wat gebeurt er nou weer? Nou, oké. Maar je moet ook eigenlijk wel goed op je minimum blijven letten. Dat is ook echt iets wat echt niet door blijven schieten. Wat je ook echt goed in de gaten moet houden vanwege de enemies. Kan je dan weten waar ze spannen als ze een keer ergens schiet of zo. En ik moet zorgen dat ik een UV'tje hou. Ja, dit ga ik niet overleven als ik dat doe. Oh, alsjeblieft, kom niet naar back. Let's go, Capjong. Oh, let's freaking go. Ja, kijk, dat is toch handig als je op één plek de hele tijd blijft staan. Komen ze elke keer naar je toe. Maar dit is wel even kak dat ik niet achter de spawn staat. Dus nu kunnen ze nog achter mij spannen. Oh, tering. Kom hier. Nee. Ja, dat bedoel ik. Die kerel die pusht. Oh, die kerel die rennen heel snel weg. Dat is weer iets minder. Dat kan je natuurlijk ook hebben in dit potje. Maar we staan 8 van de 12. Dus de eerste leg die heeft al 12 kills. Dat doet hij niet slecht. En had hij nou eens blijven staan, knikker. Komt hier iemand spannen? Nee, wat? Nee, campertje! Oh, Janke. Het is echt jij, god. Nee, kom op. Wij kunnen dit nog wel. We kunnen. Oh, shit. Nee. Oh, ik hoor jij toch niet. In deze game vind ik mensen echt heel moeilijk te luisteren waar ze lopen. Hier achter ons weer. En het houdt erbij dat ik ook zo scheef ben als een flapdeur, gewoon. Als een klap. Ja, weg van me. Ja. Dit keer hoorde ik het, vriend. Oeh. Nee, ja, dikke Tony. Gatsiedag. Oké, we staan 5 kills achter op de eerste. Oh, dit is niet leuk. Oké, laten we even naar de ene spanplek gaan waar we eerst waren. Daarachter zie ik mensen helemaal lopen daarachter. Ja, jij hebt een paar keer wel even goed gehit. Let's go, jou hebben we. Enemy recon aircraft observed. Dus jij wel heel goed opletten. Heel slim, dankjewel dat je daar bovenop ging spannen. Oké, minimap. Nee, liggen. Oh, kak. Ja,
ben ik nou aan twee kanten in gesloten, want dat voelt me echt helemaal leuk. Ja, daar jongens. Oh mijn gekke... Oké, hier is een enemy. Beter hoort hij mij niet. Ja, hij hoorde me misschien wel. I don't know. Of hij zag dat het zijn UAV. Oké, let's go. We staan 14 van de 18. Ik hoor hem nu wel. Het is hout. Oh, let's go. Nee, no. Ja, achter natuurlijk. Oh, dit is kak. Dit was even een kak momentje, maar het maakt niet uit, want we gaan gewoon vrolijk rustig lekker door. Klim je gewoon lekker op. Oké, let's go. Achter ons. Tering. We moeten zorgen dat we niet bij dat in dat zicht komen van die van dat raam daar, want dan ben je ook pretty fucked gewoon. Dankjewel dat je elke keer die kant op kan lopen. Nee, je ziet mij. Oh, let's go, ik heb je ook nog. Oh nee, boef het. Oh, tering schrok me bijna helemaal kapot. Zo de tering, die kill. Ik kom ook eventjes ergens aanlopen. What the fuck? Kill, ik span hier, hè. Oh, gerekt. Revenge. Die boven mij. En hij heeft me met zijn handgun. Let's go, wel played. Oh, wat serieus. Ik kan ook nog granaatjes gooien in deze game. 1, 2, 3, 4. Hoppa. Oh, bijna. Ik had jou bijna. Oké, we staan 1 kill achter op de grapjes die op de grap die eerste staat. En nu bijna 4. Oké, we staan bijna gelijk met hem. We moeten nog steeds echt goed opletten. Oh, bij mijn UV. Ja, dit heet iets anders dan een UV, maar ik vind het gewoon makkelijk een UV benoemen. Hier rechts loopt hij. Ja, dat bedoel ik. Hij wist het gewoon. Hij zat gewoon te aimen op dat headcase potje. Ah, oh, kerel. We staan nu 3 kills achter de kerel. Oké, kom op. Heel slim dat je daar blijft wachten. Dankjewel. Shit. Ze kunnen nou... Oké, kom maar lopen. Heel slim, dankjewel. Dankjewel voor de kill. Ik kom teruglopen. Kom teruglopen als je een baas bent. Als je niet, nou, gnaatje erop dan. Ik wil eigenlijk wel hebben. Ja, dat was je. Oké, let's go. Enemy recon aircraft. Rechts van, links van. Oh. Okay. Oh nee, hij staat 28. Hij kan nu in één keer heel wat kills. Kom nou door dan. Dat was hij niet. Dat was hij niet. Maar achter me. Ja, dikke Tony. Oh, beter heb je hem nog niet. Derde? Serieus? Heeft iemand nog serieus? Nou, we hebben ons best gedaan. Dat kan ik wel zeggen. We hebben ons best gedaan dat we dit potje kunnen winnen. Maar we waren toch net even wat sneller. Nou, zullen we gewoon nog een tweede potje erachteraan doen? Jongens, ik denk dat we gewoon nog een tweede potje erachteraan doen. En laten we kijken of we die wel kunnen winnen. Anders is het ook weer zo kort, weet je wat. Misschien is dit potje helemaal niet zo kort. Maar misschien duurde dit potje helemaal niet zo kort. Ik moet even lachen. Kijk, die Bloodfighter. Of Fight. Ja, precies. Hij heeft KFC in zijn clan tag staan. Nice. Maar jongens, in ieder geval, ik zie jullie zo meteen in het tweede potje. En kijken of we die wel kunnen winnen. Dus tot ziens. Dan zijn we dan weer in game nummer 2. Het is even geduurd voor mij, want het duurde best wel vrij lang. We moesten weer een nieuw potje free-for-all starten en eigenlijk weer opnieuw. Maar daar hebben jullie me gelast, want voor jullie was het echt gewoon zo. En we zijn weer in de volgende free-for-all. een free-for-all ding. Maar we hebben weer ons een mooie... Kak, dit is niet het wapen wat ik wou. Ja, dit was het wapen wat ik daar wou. Nou, we zijn... Oh, dus er staan al 2 kills voor. Dit is dus een playing game al. Dus dit is kak. Maar dat maakt niet uit. Ja, maar... Oh, kak. Ja, dat kan ik wel rekken. Oké, komt er nog één. Oké, nou, we hebben onze gun weer. Dit was onze... Echt onze gekke... Chille gun. Hola, schat. Ja, tering Jantje. De kakzooi. Nou, we staan 2 kills achter op de... eerste die voorstaat. Ik moet even op de woordjes komen rekken. Oh, mijn knetter. Hierachter is in ieder geval... Zo, oh, headshot. Let's go. Ja. Nee. Hond. Oh ja, ik kom terug. Lekker bezig, jongen. Oh, shit. Oh, what the fuck? Nee, ja. Oh, dikke Johnny. Nou, oké.
Dus ik hoop dat we zijn aan deze kant gespannen. Hier had hem wel, nice. Oh, daar was ik even super dupe beschreven. Niemand daar. Niemand komt daar vanaf lopen. Niet mij hebben, dankjewel. Oh, ik dacht ik nog zo scheef als een dikke otter. Nee jongen, de link. Oh, ik dacht dat ik deze even had en dan kan ik even doorpushen naar die andere. Maar dat was helaas niet het geval. Een kerel komt terug. Alsjeblieft. Rechts, links van mij, ik hoor. Wat? Hè? Ik hoor van alles, maar. Of het is gewoon mezelf, dat kan natuurlijk ook altijd. Ja, dat bedoel ik. Oh, oh, bijna geraakt. Oh, we staan zes met de zes. Hoe dan? Oké. Okay. We staan gelijk met de eerste. Niet nu meer. Oké, okay, we moeten ergens even gaan. Even gaan champen. Ja, ik noem campen champen gewoon. Ja. Heel raar. Ja, jongen, ik ben even aan het kijken van waar zitten ze nou allemaal. Ik dacht van, nou, waar zitten ze nou? En natuurlijk word ik dan gelijk in mijn rug genakt. Want ja, ik weet niet waar ze zitten. Oké, daar was ik niet zo scheef. Eindelijk, gelukkig. Dankjewel. Ja, glimmer. Benhuis, dankjewel. Nee, er alleen rechts. Ik hoorde die kerel echt niet lopen hoor. Ik hoor echt. Als had ik hem misschien wel gehoord, maar ik heb gewoon een headset op en ik hoor ze gewoon niet gewoon. Ik vind het wel heel op. Enemy recon aircraft in the air. Ik hoor van alles, maar niet de enemies. Enemy care package observed. Deny the enemy resupply. Nou, ik ben natuurlijk moeke scheef, hè. Ik heb nog 29 kogels. Wat de freaking hè? Enemy recon aircraft in the air. En hij heeft me ook nog eens met een headshot. Oh man, wat een beest. Nou, jezus, het eerste potje ging sowieso veel beter. Okay. Ik wou net zeggen, als je mij nog hebt, dan heb ik jou met een headshot. Dikke piemel. Ja, use mijn bike. Hoe dan? Ik zweer het je! Nou, we moeten juist niet gaan racen deze keer, want dan kunnen we helemaal niet meer eerste worden. Maar oké, okay. Die kill heeft me ook gewoon lekker. Nou, laten we nou eens even ergens aan stilstaan. Ik hoor ze echt niet. Ik hoor iets. Rechts van mij, maar. Je hoort echt soort van lopen, I don't know. Oh, tering Jantje. Poeh, ik moet ook niet zoveel rennen in deze game. Dan kan je niet zo heel. Nee, jongen, ik wist nog niet dat hij daar in een huisje ging. Want ik toch niet. Nou. We staan 6 kills achter degene die eerste ligt. Dus. Kom dan hier, jongens, Johnny de Inktvis. Waar ben je nou? Ja, hier ben je. Enemy recon aircraft in the air. Ik wou net zeggen. Kerel. Ja, hier recht, links voor. Nee, dat is achter me. Oh, 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 oh. Oh, what the fuck. Oh, what the fuck. Oh, wat een dikke. Ja, komt u ook maar. Oh, let's go. Oh, ik heb een aircraft. Oké, let's go, dat is een UAV. Oh, nee, dat hoort er. Zo, ik schrik me even helemaal door. Oh, jezus. Nee. Hoe heb ik jou geraakt, vriend? Ik heb een glidebomb, let's go. Oké, er komt die links, rechts, voor, achter, hier is die. Wat de fuck, voor, achter, links, hier is die. Hier rechts van links. Recon fight concluded. Ja, kom maar naar binnen nou. Artillery ready for orders. Awaiting for orders. Oh, wat de frik, ik heb gewoon allemaal streaks gehad. Let's go, we doen even. Oh. Oké, hier ben ik, daar. Nee, ik kan niet sturen met dat.
Precies, ik kan niet echt sturen met dit ding. Ik bom gewoon hier al die zooi op los. Nou, daar hebben we de bommenwerper. Let's go, we staan 3 kills achter op degene die eerst ligt. Ik blijf het ook maar rustig zeggen, gewoon hoeveel kills ik achter lig, of de kerel. En dat had niet heel veel zin. En onze mooie UV is ook weer terug. Die dingen blijven er niet echt snel hangen, moet ik zeggen. Lang hangen. Oh jezus. Ja, daar kon ik even niks aan doen. Gewoon. Nee. Maar jou kan ik wel. Ik wou net zeggen, als je mij raakt, jongen, dan kan ik gewoon beter krijgen dan spel weggooien. Boah. Ja, figuurlijk dan, hè? Niet letterlijk, want ik heb de game pijl zijn. Oh jezus. Ik breek bijna voor mijn benen. Dankjewel. Nog 2 kills achter die ene. Oh, kom op, laten we alsjeblieft die 2 kills nog eventjes halen. Ik vind dat huisje, daar komen mensen erg snel vandaan gewoon. Oh, de kerel, hey, schrik me helemaal de... Kun je niet dat hij daar valt. Ik heb je nu wel. Let's go. Payback medal hebben we ook weer in de pocket. Incoming enemy artillery, get to cover. Oh, die reed. Oh, let's go, ik kan van deze gun. Oké. Ah, oh, nee. Precies. Oh ja, helemaal wel. Nou, beter kom je eventjes van die kant. Oeh, gek. Zo, daar heb ik even keihard geraakt. Nee. Die Johnny die eerste ligt. Oh nee. Ja, nee, oh, dat was hem dus. Nee, oké, hij wint deze potje weer. Dan ga ik weer tevreden worden of niet? Ja, of ik kan niet. Als hij die kill had, hè. Nou, ja, het is afgelopen. Oh wow, ik had nog 7. Maar ik weet wat, elke keer derde of zo. Er is elke keer 1 dikke debiel die echt net de tweede wil liggen of zo. Nou, hij ja, dit is gewoon het wapen gewoon. Ik denk dat dit een live machine gun is elke keer, maar voor mij is het niet echt een live machine gun. Maar... Nice! Jongens, dit waren de 2 potjes free for all. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om hierna te kijken naar deze mooie potjes free for all. Maar ja. Ik vond het wel aardig goede potjes, alleen jammer dat ik elke keer net derde kom te liggen. Net in de vorige free for all ook. Maar in ieder geval jongens... Thanks voor het kijken van deze video. Als je hem leuk vond, geef dan sowieso even een like en abonneer als je hem nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie gewoon weer bij een volgende Bulldog War video of een GTA video. Maakt mij niet uit. Wij krijgen geen reisplaat. Jongens, thanks voor het kijken van deze video. Als je hem leuk vond, geef even een like. En jongens, tot de volgende keer, jongens. Ik zag te veel, jongen. Ik moet er echt mee ophouden. Jongens, ik word echt helemaal gek van. Nou, later.